We staan nu voor de verhuizing van een 25 kilometer archief. Nee, in principe gaat alles mee. Dat wil zeggen, we krijgen natuurlijk gewoon nieuwe bureaus en nieuw ingerichte kantoren. Maar wat collectie betreft blijft er niets hier. En de stellingen die we hebben, die gaan niet mee, want die zijn hopeloos verouderd. Maar wat er wel mee gaat, dat zijn al die materialen die in onze depot staan. Want daar gaat niets van weg. Of het zouden misschien wat dubbele boeken zijn die we nu in één keer ook afschrijven. Sommige stellingen moeten nog verbouwd worden. We moeten elke collectie voorzien van schutbladen die vertellen waar de start zit en waar het eind. Ja, er zijn heel veel kleine en grote klussen en klusjes die nu plotseling op ons af beginnen te komen en die ook moeten. We zijn hier in het groene depot op de tweede etage. We hebben totaal 10 depots en we hebben op iedere verdieping hebben we 2 depots. Allemaal in de kleuren van de regenboog, blauw, groen, geel, oranje, rood. Dus we zitten hier op de tweede. Om te vergelijken, op de markt hadden we vaste stellingen en dan hadden we 7 planken hoog. Hier hebben we 8. En dan konden we ongeveer 5 strekkende meter op een vierkante meter kwijt. En hier zitten we ongeveer op 12. Dus we kunnen veel meer kwijt op een vierkante meter. We hebben 7 depots met verrijdbare stellingen en 3 depots met bijzondere berging. De eerste etage is dat voor erfgoedmateriaal. We hebben ook een calamiteitendepot. Dat als er ergens in Gelderland een brand ontstaat bij een museum, dan kunnen de erfgoedcollega's hier 's nachts met de vrachtwagens naartoe. En dan kan hier dat materiaal tijdelijk opgeslagen worden. Die houden we altijd leeg. Dat is 300 vierkante meter, die houden we leeg. Dat is betaald door de provincie. Verder hebben we een ander depot, dat is voor bijzondere berging. Grote afmetingen, charters, kaarten. En we hebben het laatste depot is voor audiovisueel materiaal. En dat is een bijzonder depot, omdat we daar opslaan op 4 graden, op 12 graden en in vrieskisten. Wat volgens de archiefwet moet, is 50% luchtvochtigheid, 18 graden Celsius. Wij hebben daar extra aan toegevoegd 17% zuurstof in plaats van 21%. Normaal zit in de lucht 21%. Maar bij 17% ontstaat er geen vlam als iets wil ontbranden.
Dus ja, vuur is hetgeen waar we in archieven het meest op bedacht moeten zijn. Dan probeer je risico's uit te sluiten. Als alles straks operationeel is, dan in principe is alles in het depot, is de elektriciteit is uit, lichten zijn uit, geen elektriciteit op de verrijdbare stellingen. En op het moment dat de eerste door de deur heen gaat, dan gaat het licht aan en binnen 30 seconden is stroom op de verrijdbare stellingen. Als je dan hier je werkzaamheden hebt gedaan en je gaat er weer uit, dan is na 30 seconden is ook alle elektriciteit weer uit. Dus de kans dat hier dan zeg maar iets ontstaat, is eigenlijk alleen aanwezig als er hier iemand is. Dus als er iemand in het depot is, dan gaat het smeulen en dan wordt het al gedetecteerd. Maar het kan niet ontbranden, want er is maar 17% zuurstof. Nou, dan is het risico dat er een brand ontstaat wel heel erg klein. Ja, goede strakke planning. Dit is toch een beetje een militaire operatie, zeg maar. Maar we hebben ook een goede verhuizer. Die werkt zeer nauwgezet, rustig, maar wel hard doorwerken. Ja, plus de ondersteuning die wij daar zelf bij elke verhuisploeg zitten 2 mensen van ons van het Gelders Archief bij. Om alles te controleren, te begeleiden dat alles goed in de stellingen komt. Ja, dat loopt gewoon uitstekend.